Estia Meer en Van der Valk Vitaal, onderdeel van het Van der Valk concern, zijn een samenwerking aangegaan. Directeur Ron Akst van Estia Meer. Nou, als je kijkt naar de ontwikkelingen in de zorg, dan zie je dat veel huisartsen voor hun patiënten vaak in weekenden of anderszins door de week ruimte zoeken, verblijfsruimte zoeken voor mensen om daar tijdelijk te verblijven, waar zorg en services in de nabijheid zijn. En dat kunnen patiënten zijn die wachten op een ziekenhuisopname of patiënten zijn die wachten op een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Tegelijkertijd zien we dat in ziekenhuizen er een trend is dat mensen zo snel mogelijk na een operatie herstellen in een thuissituatie. Dat kan niet altijd. Want het kan zo zijn dat de partner of de kinderen niet in de gelegenheid zijn om vader of moeder of echtgenoot te ondersteunen. Maar het kan ook zo zijn dat iemand vrijdag naar huis moet en dat het lastig is om dan in het weekend die zorg goed te organiseren. Nou, wil je dat goed doen, heb je daar meer dagen voor nodig. En dat betekent dat zo'n concept waarin wij samenwerken met Van der Valk uitstekend geschikt is voor mensen om een tijdelijke situatie te overbruggen, waar het prettig vertoeven is, als ik het zo mag zeggen, met goed eten, voldoende voorzieningen in de nabijheid, met een fysiotherapeut, revalidatiemogelijkheden, fitnesscentrum, zwembad. Maar waarin mensen die gebruik maken van die faciliteit ook kunnen rekenen op de vertrouwde zorg die ze van STMR ook kunnen krijgen, 24 uur per dag.